Ik ben geen figuur wat achter de graniums gaat zitten. Ik bedoel, daar kan ik helemaal niet tegen. Goedendag, Johan Hessing, lid van 50PLUS, kandidaat voor de Tweede Kamer. De enige kandidaat uit Zeeland, nummer 11. In uw hal hier in Axel zie ik gelijk twee hele grote maskers hangen. Wat zijn dat voor maskers? Ja, die komen uit Gambia. Ik denk dat het een jaar of 20 jaar geleden is geweest. Toen heb ik een reis gemaakt naar Gambia. Ik was daar zo gefascineerd door. Dus ik heb die twee maskers daar vandaan meegenomen. Nou, en die hebben hier een ereplaats in huis. Ja, dit is mijn werkkamer. Nou, ik ben voorzitter van de financiële commissie van 50PLUS Landelijk. Vorige week hebben ze even een doos hier naartoe gestuurd, even naar Zeeland. Van, dus dit is de hele financiële rapportage van 50PLUS? Nou, dat is vanaf 2021, hè? Dus wat hier nu staat. Hè? Dat is nog wel een klusje, denk ik. Ja, ik ben al halverwege. Nou, de woonkamer. Ja. En dan zien we hier een hele boekenkast. Als ik een boek van ontspanning neem, dan zijn het meestal thrillers. Dan pakt u niet de taalgids voor een ambtenaar. Ja, inderdaad. Ja. Kijkt u er nog wel eens in? Nee, dus eigenlijk kan hij wel weg. Maar ja, ik vind het zo zonde om hem weg te gooien. Dus. Nou ja, stel u komt in de Tweede Kamer. Misschien komt hij nog van pas, de taalgids voor de ambtenaar. Ja, nou, ik denk dat meer de regelgeving en wetten. Want hier staan ook het burgerwetboek en zo staan er allemaal. En wat zou u doen, stel u komt in de Tweede Kamer? Nou, ik denk dat het belangrijkste is namelijk dat er aandacht wordt besteed aan de lokale problematiek. En dat men ook eens weet op een gegeven moment waar Zeeland ligt. PLUS doet het niet heel goed in de peilingen. Wat verwacht u van de verkiezingen? Dat 50PLUS het niet goed doet, dat heeft natuurlijk te maken met interne conflicten die er geweest zijn en die er zijn. Of wij nu het gaan redden, dat weet ik natuurlijk niet. Dat zal 22 november wel uitweiden. Maar u hoopt misschien met voorkeurstemmen die Kamer in te komen? Nou, dat zou natuurlijk kunnen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dan moet je wel minimaal 10.000 stemmen halen natuurlijk. Dus ik bedoel, als elke Zeeuw gaat stemmen, dan zijn we natuurlijk wel in een goede positie. Maar stel het gebeurt, u komt met voorkeurstemmen de Tweede Kamer in. Wordt u dan een soort Trump of Joe Biden? Want die kwamen ook allemaal op hogere leeftijd nog de politiek in. Ja. Nou ja, het is zolang mijn gezondheid het me toelaat. En ik moet zeggen, nou, ik voel me gezond. En ik voel me soms ook nog maar 60. Dus ik bedoel, dan zeg ik op een gegeven moment, ja, en zolang ik de inspiratie hiervoor heb, dan wil ik het wel doen. En dan blijf ik er ook wel mee bezig. Zolang je je in kan zetten voor de medemens, dan moet je dat doen.